Minister Armand Achaibersing van Financiën had het bestuur van de douanebond uitgenodigd voor een gesprek gistermiddag. Daar werd het bestuur onaangenaam verrast, omdat het bleek dat de leden van het veranderingsmanagementteam VMT ook waren uitgenodigd. Bondsvoorzitter Joyce de Vlug vond dat niet gepast. Zij zegt dat het een onaangename verrassing was en dat het erop leek dat de minister de brief die hij heeft ontvangen niet heeft begrepen. De Vlug onderstreept dat de bewindsman de VMT niet kan uitnodigen terwijl de douane nog in beraad is over de aanstelling van het team. Het is toch wel een stukje irritatie was gisteren om te komen en te zien dat je wordt geconfronteerd met het VMT. Ik denk dat, ik weet niet wie de minister adviseert, maar het was een foutieve inschatting om dat te doen. Het was niet prettig naar het bestuur toe. Het leek meer op een confrontatie. Toch? Maar in elk geval, we hebben ons met de minister kunnen praten. En eigenlijk zijn we niet opgeschoten. We hebben niets bereikt op dat punt. De minister, eigenlijk, we hebben het ook gevraagd aan hem. Dus eigenlijk blijft u eigenlijk op dat standpunt. Want als we goed naar luisteren, vraagt hij juist onze medewerking om het plan van het veranderingsmanagementteam te laten slagen. Maar het plan kennen we ook niet eens. De Vlug zegt verder dat in de brief is aangegeven dat de bond eist om betrokken te worden bij het hervormingsbeleid. Het bestuur is van mening dat zaken er geheimzinnig aan toegaan, terwijl transparantie belangrijk is als men verandering wil brengen. De Vlug geeft aan dat zij aan de ALV zal voorleggen, maar de conclusie is dat er niets is veranderd van gisteren naar vandaag. En dus iedereen komt natuurlijk om misschien te horen dat de plooien glad gestreken zijn. Om dan te vernemen dat we eigenlijk nog bij punt nul zijn, dan begrijpt u wat voor rumoerige vergadering wij hier in toon moesten houden. Men is aan het afronden, want het antwoord van die ALV, daarmee moeten we weer terug naar die minister. Dus we zijn in die afrondingsfase nu. Dus wij krijgen het straks van die ALV, toch? Maar ze zijn niet content ermee. En wat ze allemaal hebben aangegeven binnen die vergadering, men is helemaal niet content ermee. En men is bereid door, we blijven in beraad volgens de vergadering, blijven in beraad totdat we een oplossing hiervoor komt. Het bestuur had al een afspraak met de minister voor komende donderdag. De bondsvoorzitter vindt het niet verstandig dat de minister de uitslag van de ALV telefonisch krijgt. Ze verwacht dus dat het bestuur wederom zal worden ontvangen.